loopt. Want Schiphol heeft in de meivakantie, vlak voor de zomer, van die tenten hier neergezet voor die drukte die de luchthaven maar niet de baas wordt. Nou, om te beginnen, Dick Benschop is dus weg. Dat is de directeur van Schiphol. Heel veel druk op hem geweest de laatste tijd om te vertrekken. En nu heeft hij zelf eigenlijk aangekondigd van het is niet houdbaar meer, ik vertrek. Maar wat betekent dat nou voor de reiziger? Wat betekent dat nou voor de Noord-Hollander die nog op vakantie wil, op zakenreis? Op korte termijn betekent het vertrek van zo'n directeur natuurlijk helemaal niets. Maar wat hebben ze nou weer aangekondigd vandaag, Schiphol? Ze hebben weer een verzoek gedaan bij de luchtvaartmaatschappijen om nog meer vluchten te schrappen. Gaan we weer heel even terug in de tijd. Van de zomer heeft Schiphol eigenlijk gesmeekt aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen. Dat werd op een gegeven moment van smeken naar dwingen. Want wat anders kun je dan die drukte aanpakken door vluchten te schrappen. Dus door minder passagiers toe te laten op de luchthaven. Die maatregel die is steeds verlengd. Die is verlengd zomer tot in de herfst. Het is nu september. In oktober geldt die maatregel ook nog. Dus er zijn veel vluchten geschrapt. Er zijn mensen die dus vakanties in het water hebben zien vallen. En daar is eigenlijk dus nu die nieuwe maatregel, nog meer vluchten schrappen, nog meer passagiers nevenkopen, bijgekomen. Dat is Schiphol op dit moment nog aan het uitwerken. Ze moeten, koste wat het kost, ervoor zorgen dat aanstaande maandag niet weer zo'n puinhoop wordt zoals afgelopen maandag. Dus ze zijn dus nu in overleg met die luchtvaartmaatschappijen. En er zijn allerlei instanties die daarmee te maken hebben. Er is een onafhankelijke partij die dan moet uitkiezen van jij wel, jij niet. Jij moet je vluchten schrappen, jij niet. Als het hier maar rustiger wordt. Als het er maar uitziet zoals het er vandaag uitziet. Rustig dus. Niet volle tenten vol met boze passagiers die kwaad worden. Hoe komt het dat het zo druk is? Er is hier een chronisch personeelstekort. Hierboven, we kunnen het niet zien, ik kan wijzen wat ik wil, maar hierboven zijn die beveiligingscontroles. Er zijn te weinig beveiligers in dienst. En veel beveiligers zeggen ook na een tijdje van, dit is gewoon niet het werk wat ik wil doen. De roosters zijn slopend. Ik kom niet meer aan slaap toe. Het is te slecht betaald. Dus vergeet het maar, Schiphol. Ik kom niet opdagen. Het is genoeg werk elders te zoeken. Dat is een probleem. En van de zomer hadden ze dan wel extra geld gekregen. Een zomertoeslag die liep af. Dus het is ook helemaal niet aantrekkelijk meer voor die beveiligers om hier aan de slag te gaan. En aan de slag te blijven. Speelde dit allemaal vandaag. Dus die vluchten die eraf moeten en het vertrek van Benschop. Terwijl ze in de Tweede Kamer aan het debatteren waren met de minister van Infrastructuur, Mark Harbers. Die gaat over de luchtvaart. Er werd gebabbeld, er werd heen en weer gepraat en vragen gesteld aan hem van Harbers, doe nou wat aan die drukte. Want drukte op Schiphol betekent ook een veiligheidsrisico. Als hier veel mensen staan, je weet niet wat er kan gebeuren. Mensen kunnen over elkaar heen stampen, maar het kan ook zomaar zijn dat je een terroristische aanslag is ook niet iets dat je op een luchthaven kan uitsluiten. Dus Harbers werd daar de eerste uren mee geconfronteerd. En op een gegeven moment druppelde dat nieuws ook binnen bij die Tweede Kamerleden. Die zagen, kijk nou eens, Dick Benschop stapt op. En Schiphol neemt maatregelen die binnen een paar dagen geregeld moeten worden. Mark Harbers maakte het debat af, liep naar buiten en stond de pers te woord om verklaring te geven over waarom Dick Benschop vertrok en wanneer hij dat hoorde. Hij zei vanmorgen, maar ook een belangrijke vraag beantwoorden van die vluchten, er gaan dus minder vluchten vertrekken en er worden dus weer passagiers teleurgesteld. De afgelopen dagen gezien dat dit aantal passagiers wat nu geboekt is op vluchten gewoon op die korte termijn niet afgehandeld kan worden. Er moeten dus vluchten worden geschrapt, zegt u. Ik begrijp dat men daarover in overleg is. Ik hoop dat ook voor luchtvaartmaatschappijen wel helder is dat zij dit hun passagiers ook niet aan kunnen doen. Die luchtvaartmaatschappijen moeten dus nu gaan bellen met al die passagiers, want ze willen het voor maandag opgelost hebben, Schiphol. Ik wacht even af wat er uit die besprekingen komt en wat men daarover afspreekt. Dus ik ga niet daarop vooruitlopen wat luchtvaartmaatschappijen te doen staan.
Dat kunt u wel, want Schiphol heeft dat verzoek bij ze neergelegd. Schrap die vluchten en het aantal stoelen. Ik ben niet op de hoogte van de laatste stand van zaken, omdat ik ondertussen hier een kamerdebat had. Ik hoop dat iedereen die betrokken is bij de luchtvaart in Nederland, Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen, de partijen daaromheen, dat die allemaal hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat reizigers in ieder geval niet een wachtrij van 4 uur aangedaan wordt. Want dat is uiteindelijk het allerslechtste product wat je met elkaar kunt verkopen aan de reiziger. Ja, een wachtrij van 4 uur, zegt Mark Harbers. Je hebt hier ook wachtrijen van 6, 7 uur gehad. En dat betekent dat mensen hun vlucht missen. Daar moeten we dus met z'n allen van af. Dat vindt Mark Harbers dus ook. Dus er wordt nu dus overleg over gevoerd van hoe gaan we dat doen. Nou, dat komt op neer dus dat er vluchten moeten worden geannuleerd. En dat dus mensen gebeld gaan worden thuis. Ja, uw vlucht gaat niet door, want het is te druk op Schiphol. Nog even terug over Dick Benschop, de directeur. Hoe bekend kan een directeur van een groot bedrijf in Nederland nou zijn? Noem jij maar eens de directeur van Shell of een ander bedrijf op. Ja, wie het weet mag het zeggen, maar Dick Benschop kennen we allemaal. Nou, dat is binnenkort de ex-directeur van Schiphol. Lost het probleem op? We hebben het gevraagd aan de passagiers die hier vandaag in de rij staan en op reis gaan met het vliegtuig. Ik denk, de kapitein moet niet een zinkend schip verlaten. Maar ik denk dat het goed is dat hij vertrekt. Want hij was natuurlijk al negatief in de media beland omdat hij op vakantie was, terwijl het hier een grote zooi was. Dus ik denk dat het goed is. Ik denk dat het terecht is, alleen ja, er zijn natuurlijk wel meer ook politici die het ook niet allemaal zo correct gedaan hebben. En er wordt een sorry gezegd, dan is het goed. Het lijkt mij, zoals ik denk, het is een kapitein die vertrekt op een zinkend schip. Dat hoort toch eigenlijk niet? Bij de vorige drukte heeft hij al een kans gehad om daarvan te leren. Dus dat is blijkbaar weer niet goed gegaan, getuige de drukte nu. Dus ik denk dat het goed is dat hij weggaat. En ook wel van het personeelstekort bijvoorbeeld, wat vindt u daarvan? Ja, ik snap het. Ik snap dat het zo is. Dat die mensen, ja, overal is personeeltekort, weet je, in de horeca, overal waar je komt. Dus ook hier. En dat het niet opgelost is. Ik vind dat heel lang duren. Ja, reacties op de luchthaven vandaag op het vertrek van Dick Benschop. Is het nou zo'n goed idee om weg te gaan of niet? We hebben het gehoord, ja, wat lost het nou op korte termijn op? Niet zo heel veel. Wat wel gaat helpen is dus dat schrappen van die vluchten. Nou, moet je dus vanaf volgende week maandag met het vliegtuig vanaf Schiphol. Zou het zomaar kunnen zijn dat Transavia of Corendon of een andere luchtvaartmaatschappij je gaat bellen om te zeggen, ja, je vlucht gaat niet door. Zover zijn we dus gekomen. Dat is voor de korte termijn. Op de lange termijn gaan ze weer rollenbollen in de Tweede Kamer hier op Schiphol en met de vakbonden over hoeveel meer ze die personeelsleden, die beveiligers onder andere, gaan betalen. En hoe ze die werkomstandigheden beter gaan maken. Nou, voorspel met me mee. Ik weet niet of het probleem voor het einde van 2022 is opgelost. Hopelijk wordt de voorjaars- en meivakantie van 2023 een stuk beter. Op dit moment laatste nieuws dus dat Dick Benschop is vertrokken, de directeur van Schiphol. En dat er binnenkort dus nog meer vluchten moeten worden geschrapt. En nog meer vakanties, zakenreizen en ander soort reizen, vliegreizen hier op Schiphol in het water vallen voor heel wat passagiers. Bedankt voor het kijken vanaf Luchthaven Schiphol. Tot ziens.